een man voor u zoeken. Goed, we moeten wel weten wat dat zo wat mag zijn, hè. Wat voor een toffe. Ja, we dachten net om een klootzakje te zoeken. Ja, maar ik vertrouw u niet. Allee, goed, wat voor een mag het zijn? Blond? Maar ik heb geen tippen. Oeh, het geen type. Dat is zo gemakkelijk. Pas op. Als wij straks daar nu toch een naast u zetten en je komt terug en je zegt we zijn geen vrienden meer, want je hebt de verkeerde gekozen, dan gaan we dit opnieuw afspelen. Waar jij zegt ik heb geen type. Niet te glad, zo een beetje stoppelbaard of zo. Heb je graag haar ook op de borstkas? Ja. Ja? Okay, een beetje stoer. Ah, maar kijk, ik heb hem al gevonden. Ja, Axel, we zijn op zoek naar een nieuwe vent voor Christophe en hij zegt hij mag wel zo wat een stoppelken hebben. Hé. Hey. ik ga gewoon even vrijgezel blijven. Oké, goed. We nemen het mee. Hallo familie Peters. Hey Tine. Je hebt je mama meegebracht. Tine, ik heb van ons moeder wat kritiek gekregen op mijn outfit, moet ik eerlijk zeggen. Maar je moet aan hem. Je chic fashion aandoen. Nee, dat past niet bij persoon. Weet je, er is ook iets met zijn lijf of met zijn bewegen. Want dat denkt altijd zo hier, hè. Nee. Zo, met een bobbel. Ik vind het niet schoon. Deze is de eerste mogelijkheid. Dat, ik moet niks meer zien. Dat is onze Bart. Dat is de tweede mogelijkheid? Ja, ah ja, maar we zitten in dezelfde lijn. Ja. En dit vind ik al feestelijker. Het zou ook deze kunnen zijn. Laat nou eens zien of dat je die een boebel hebt van achteren. Een boebel. Voilà, je hebt een boebeltje. Oh, het is een klein is. Ja, maar ik wel. Ja, dat ligt op zo. Nee, dat is niet, dat ligt niet aan de rug. Dat ligt niet aan de rug. Onze nee. Nek, denk. Onze nek. Nee, dat is nek is te kort. Liever een te korte nek dan een dikke nek. Ik denk dat die nog even gaan verder discussiëren. Dus misschien moeten we hier afronden. Bedankt voor deze verfilming, hè. Ik ga dat monteren, hè. Ik ga er iets kort en krachtig van maken. Hoe gaan we dat doen? Meneer in de catacombe. Nou, hier is dus de kleedkamer van Gert Verhulst. Het is hoog tijd dat ik hier de uitzending ga overnemen. Straks headlines, Bauer en Koek. Zo moet het zijn. Even de kleedkamer vlot draaien. Kijk. Zo. Ja, hij zit dicht, hè? Ja, ik krijg hem niet open. Nou, mensen, het is tijd dat ik de uitzending ga overnemen. Bauer en Koek. Dat wordt gezellig vanavond met Hollandse gezelligheid. Dat wordt echt fenomenaal. Misschien moeten we een spelletje spelen. Misschien. Botte, we hebben dan Koek en Verhulst. Broek en Verhulst. Broek en Verhulst. Als we dus allemaal hoekjes zoeken. We zoekjes, hoekjes. Oké, okay? Ik heb al een ideetje, denk ik. Look. Look en model, Look en Verhulst. Hey. Inderdaad. Een tjoek, 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 tjoek en Verhulst. Aha. Laatste dat ik heb. Ah, boek. Boek. Boek en Verhulst. Het is aan jou, Lotte. Oké, ik ga beginnen met deze. Oké. Aanzoek en Verhulst. Ja! Ik heb nog één. Dat is modderlook. De vis. Welke vis? Snoek. De laatste, en dan gaan we beginnen. We zoeken naar een oek. Lotte beeldt een oek uit. Zeg chipjes met garnaalsnaak. Smaak. Een kunt het eten bij de Chinees. Voilà. Het is er eentje van jullie.